Ik ga het afsluiten. Nee, ga het niet afsluiten. Niels, focus. Focus. Het is even kut. Gewoon doen. Welkom bij de Gierige Gasten, ik ben Niels. En ik Martijn. En jullie kennen waarschijnlijk de video wel waar Niels mij ten huwelijk ging vragen. Ik denk dat je wel weet wat ik aan jou ga vragen. Wil je met me trouwen? Ja. We waren natuurlijk een klein beetje teleurgesteld dat we maar 2 glazen champagne kregen. Dus wij denken dat we dit beter kunnen gaan aanpakken. Inderdaad, want stel nou dat Martijn nee gaat zeggen in dat volle restaurant. Iedereen met zijn handen in het haar. Hij sprint het restaurant uit. Ja, dan moet het personeel me zo zielig gaan vinden dat ze gewoon die hele rekening schrappen, toch? Ja, en als ze dat nog niet zielig genoeg vinden, dan hebben we nog een klein kerstje op de taart. Namelijk... Klopt, ik heb al mijn geld overgeboekt naar mijn spaarrekening. Dus ik heb helemaal geen geld meer op mijn rekening. Dus dan kan ik niet betalen. Dus wat doe je dan? Krijg je de rekening dan gratis? We gaan het zien. Ja, eerst maar even een restaurantje uitkiezen. Een hele goede dag, je spreekt met Niels Hoosdoek. Ik heb een vraagje. Ik zou graag voor 2 personen willen reserveren aankomende vrijdag. Er is nog plek. Top. Nou, het is wel een hele bijzondere gelegenheid. Ik ga namelijk mijn partner ten huwelijk vragen. Maar het ding is dat ik nu ook 2 jongens heb ingehuurd die de boel willen gaan filmen. Althans, ik wil dat de boel gefilmd gaat worden. Die willen ook een tafeltje, die gaan daar ook gewoon dineren. Nou, dat zou helemaal top zijn. Ja, super. Dus 2 tafeltjes. 7 uur is helemaal goed. Dank u wel. Daar. Zo, Marty. Gelukt. Aanstaande vrijdag, tafeltje voor 2 om 7 uur. Oké. Okay. Klaar voor? Nee. Hallo. Goedenavond. Van Spitsbeer? Ja, klopt. Onder Niels Oosthoek. Ja, zeker. Helemaal goed. Mag ik jullie jas aannemen? Ja, zeker. Ja. We hebben nu een mooi tafeltje daarbij te filmen. Hier bij het raam. Geweldig. Ja? Helemaal goed. Alsjeblieft. Wil jij daar gaan zitten? Ja, zeker. Hey, goedenavond. Wat lekker mag je dit? Mijn fluitje. Mijn wit wijntje graag. Je moet meer homo doen, gast. Ja, dat is goed. Hoe was je week? Ja, heftig. Okay. Heftig, druk op werk. Maar goed, nu even lekker ontspannen. Ja, goedenavond, dank je. Nou, straf. Op ons. Op ons. Oké, okay, eventjes voor de goede orde. Ja. Waar ga je staan? Ja, ik denk dat ik het wel hier midden in de zaak moet gaan doen. Ik zit echt die route in mijn hoofd, denk je van, trap je af, moet ik mijn jas nog gaan zoeken, terwijl iedereen naar me zit te kijken. En dan moet ik weer langs jou lopen, moet je dan aankijken. Waarschijnlijk moet je die deur dan ook trekken en ga ik daar kaart tegenaan gaan duwen. Jij bent binnen een minuut weg, hou je bek even. Ik moet serieus hier gaan lopen janken, ouwe. Maar ik moet ook nog eens daar bij de bar gaan zeggen, oh nee, ik heb geen zolder. Dat gaat helemaal af zijn. Zo, kaart voor je. Kijk eens. Dank u. Allebei de oesters vooraf? Vooraf. En voor mij de slipcrum als hoofd? Ja. Voor mij de kabeljauwrug. Heb je weer een speech voorbereid? Nee. Je hebt niks voorbereid? Nee. Niels. Ik ga gewoon praten. Ah, kijk eens. Kijk eens. Dank u. We zijn nog 1 gang verwijderd van het hele spoedhuis. Zullen ze denken, als wij nu net gaan doen, zitten gaan roken. Dan heb ik mijn jas nodig. Ja. Dus als ik zo meteen weg moet, wil ik dat niet eerst weer naar de garderobe hoef. Ja. Gewoon mijn jas pakken en wegwezen. Dat is voor mij echt niet gezellig. We gaan even roken. Ja. Nu heb ik mijn jas. Ja, nu kan je meteen weg. Nu kan ik meteen weg. Ja. Het gaat dus al zo gebeuren, joh. Hoofdrecht komt over 10 minuten. Man. Wat? Hoe kun jij hier zo chill zitten? Ik zit hier echt als een chill gast. Waar de fuck hou je dat vandaan? Holy shit, man. Kijk, dat ziet er wel lekker uit. Ja, het zal pas goed. Ja. Eet smakelijk, schat. Ja, oké. Okay.
Ik kom het wel heel dichtbij. Ja. Ik kan nu echt janken, jongen. Nu kan ik echt janken. Ik moet nog een speech voorbereiden. Okay. Improvisatie. Het best. Uit het hart. Heb je de ring? Ik heb de ring. Oh, gosh. Ga ervoor. Nee, ik ben misselijk. Oh, ik kan dit niet. Ik kan dit niet. Martijn, ik kan dit niet. Dus dit kan je niet van me vragen, ouwe. Ga het mij nu gewoon niet opnieuw vragen? Kruisje, ik ga dit echt niet trekken. Ik ga het afblazen. Nee, ik ga het niet afblazen. Niels, focus. Focus. Het is even kut. Gewoon doen. Ja, zo. Heel goed. Lieve Martijn, ik ken jou nu al 7 jaar lang en in het begin was het natuurlijk anders omdat ik met een vrouw was toen nog, met Tessa, en na 2 jaar uiteindelijk ben ik bij jou gekomen en jij hebt me niet eens laten voelen hoe het is om van een man te houden, maar ook hoe het is om naar jezelf eerlijk te zijn. En ik ben door jou eerlijk naar mezelf geworden. En ik heb mezelf leren accepteren. En ik weet dat je mij ook accepteert. En daarom wil ik deze relatie verzegelen. Lieve Martijn, wil je met me trouwen? Holy shit. Iedereen begon al te klappen alsof ik ja heb gezegd. Arme Niels. Kijk eens al een half jaar naar haar. Ga lekker naar huis, ouwe. Ik kan afrekenen. Ja, ik moet. Komt goed, baas. Ik ga afrekenen. Ik ga jou morgen overnemen, ja? Ja. Dankjewel. Nee, jij kan er niks aan doen. Ja, dit is... Ik heb geen woorden voor. Oh, god. Is het geen solo? Moet ik iets van gegevens achterlaten? Er staan alle gegevens op. Ja. Oké, nou, heel erg bedankt. Ja, het is... Hij is voor jou en dat is voor mij, hoor. Ja. Oh my god, dit is toch wel het meest gênante wat ik ooit heb moeten doen in mijn leven. Ik vond het zo... Hou je bek, jongen. Je hebt geen reet hoeven te doen. Iedereen begon te klappen en te juichen. Ja. Ik heb geen idee wat erna is gebeurd. Nee, nou ik wel. Janken, echt. Maar met de pet op. De conclusie van vanavond is... Je kan beter ja zeggen als je ten huwelijk wordt gevraagd. Want als je nee zegt, dan heeft niemand medelijden met je. Dan moet je ook gewoon gaan burnen. En dan moet je de volle map gaan betalen. Gelukkig betaalt Niels de rekening. En zijn we volgende week gewoon weer terug met een nieuwe avond. Ik haal je zo hard. De mooiste dag van mijn leven.